ja, ik vind het wel heel erg voor mijn kinderen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, het was de bedoeling, papa wordt Kamerlid, leuk, kan je trots op. Dat zijn ze, hoop ik, nog steeds wel. Maar was natuurlijk niet de bedoeling, we kunnen niet met papa voetballen. Want dan moet je dat eerst van tevoren bedacht hebben. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Welkom in de Bali, welkom bij het programma Bedreigde Politici, Bedreigd Bestuur. De afgelopen jaren is de sfeer verhard. Het aantal meldingen van bedreigingen die gedaan zijn verdrievoudigd. Nou, u hoeft maar een blik op sociale media te werpen om te zien hoe de stemming soms in het land is. En tegelijkertijd is het ook belangrijk om te benadrukken dat zelfs als je die sociale media wegdoet, het nog lang niet weg zal zijn wat politici aan mails, dreigementjes op straat soms allemaal tegen zich aangeslingerd krijgen. Dus ontzettend goed dat u er bent op uw maandagavond, want het is een belangrijk thema, denk ik, dat we bespreken vanavond. Mijn naam is Tim Wagenmakers. Ik ben uw moderator vanavond. Ik ben zelf journalist bij het Parool. En ik ben ook wel blij om hier te zijn, omdat er staat in die zin best wel wat op het spel. Want het gaat natuurlijk niet alleen om mensen die in hun persoonlijke levenssfeer zich geraakt voelen, zich misschien onveilig voelen in het werk wat ze doen. Misschien een belletje krijgen van hun ouders, van wat heb je gezegd en wat is er gebeurd vervolgens. Maar het is ook, en dat zie ik ook wel eens in de raad gebeuren, dat politici die vol idealen de raad in gaan denken, dit onderwerp laat ik deze week maar even passeren. Ik heb niet zo'n zin om weer een strontkar over me heen te krijgen. En dat zegt iets, denk ik, over hoe we naar onze lokale en ook landelijke democratie kijken. Nou, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. We hebben een aantal politici vanuit het hele land. We hebben experts, we hebben politie. Maar laten we vooral ook snel naar ons eerste gesprek aan tafel. We gaan het namelijk hebben over bedreigde politici. En er zijn helaas een aantal ervaringsdeskundigen vanavond hier aanwezig. We gaan met hun hebben over de impact die het op hun heeft gehad en ook wat het betekent voor bestuur. Nog één laatste disclaimer. Het is ook wel goed om te zeggen, ik ga dat één keer doen, want anders worden ze er zelf ongemakkelijk van, denk ik. Het is best een kwetsbaar onderwerp om over te spreken en best wel wat politici die zijn benaderd wilden niet komen, omdat ze zeiden, ja, ik wil me wel weer uitspreken, maar dan is de consequentie dat ik nog meer haat en nog meer gezeik over me heen krijg. Dus dat doet niks af aan de mensen die zeggen, nou, dit keer niet. Maar het betekent wel dat ik extra blij ben met de gasten die vanavond aan tafel gaan zitten. Dus ik wil graag een warm applaus. Ik ga ze naar voren vragen. Loes ten Dolle, raadslid uit Winterswijk. Boy Scholtsen, burgemeester van Drimmelen. En Ulisse Ellian, kamerlid voor de VVD. Yes. Welkom, alle drie. Fijn dat jullie er zijn. Misschien even een heel kort rondje om iedereen ook te horen en aan het woord te hebben. Loes ten Dolle, sinds 2018 raadslid in Winterswijk. Klopt. Voor D66. Is bij jou ook even door het hoofd gegaan, moet ik me wel weer hier publiekelijk over uitspreken? Is dat een gedachte die je hebt? Absoluut, omdat ik weet dat mijn uitspreken vanavond in ieder geval weer zorgt voor een volle mailbox, inderdaad morgen. Ja. Dat is gewoon een gegeven. Ja. Ja, Boy Scholtsen, burgemeester van Drimmelen sinds 2022. Cool. Jongste burgemeester van Nederland. Is dat eigenlijk nog steeds zo? Nee, niet meer. Niet meer? Hoe jong is de jongste nu? 31. En jij bent? Ik ben al heel u oud. Bent? 33. Ja. dezelfde gedachte door het hoofd gesproken? Nee, eigenlijk niet. Want ik maak mij er juist sterk voor dat we ons ervoor uit blijven spreken om het ook bespreekbaar te houden. Ja. Nou zit ik wel in een iets andere positie dan mijn buurvrouw, denk ik wellicht. Maar ja, ik vind het juist belangrijk om ervoor uit te blijven spreken. Ja. Ulisse Ellian, hoe is dat voor u? Ik kan me ook voorstellen af en toe dat je er ook weer geen zin in hebt. Het verhaal is bekend en toch elke keer weer vertellen. Waarom vind je het zo belangrijk om er toch te zijn? Omdat als niemand het doet, dan winnen degenen voor wie intimidatie, bedreiging, geweld een middel is. Dus het moet gebeuren. Je kunt niet. En laat ik dat ook erbij zeggen. Ik heb echt wel begrip voor mensen die zeggen, ja, maar ik wil dit niet. Ja, ik kan dat niet. Ik steek niet zo. Ik steek niet zo in elkaar. Dat is ook karakterologisch misschien. Ja, en ook een stukje familiegeschiedenis. Mijn vader heeft het nooit gedaan. Is gevlucht uit Iran voor het regime daar. Is in Nederland bedreigd geweest tot op de dag van vandaag. Ja. Zijn hele leven staat in het teken van opkomen wat je belangrijk vindt. En opkomen voor vrijheid. In ieder geval opkomen tegen degene die je dat willen afpakken.
Dus dat zit heel, ja, dat zit in mijn, dat zit in mijn DNA, denk ik. Ja. Maar ja, de prijs is natuurlijk wel, is wel gigantisch. Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Laten we het even uit elkaar trekken en een beetje inzoomen op wat iedereen hier meemaakt. Loes ten Dolle dus, uit Winterswijk. En afgelopen maart, dat is eigenlijk een eindpunt, nou ja, of een tussenpunt misschien, is er iemand veroordeeld vanwege een bedreiging aan uw adres. Wat is daar allemaal aan vooraf gegaan? Want het is veel. Ja, wat is aan vooraf gegaan? Het gekke is dat ik heb me volgens mij in 2021, dat was voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, uitgesproken over het feit dat ik bedreigd werd. Mm-hmm. En naar aanleiding daarvan, omdat ik zorg had over, gaan we nog leken vinden voor ons lekenbestuur? En inderdaad, op de verjaardagen hoor je altijd, ja, maar jij kiest voor de politiek, dus dat hoort erbij. Nou, en ik weiger inderdaad, net als mijn voorgangers, te geloven dat dat erbij hoort, dat ik bedreigd word. En naar aanleiding van die oproep werd dat heel groot, werd landelijke media. En eigenlijk kwam er heel veel herkenning bij raadsleden, lokale politici. Wat ik heel shocking vond. Maar naar aanleiding daarvan kreeg ik dus een hele serieuze bedreiging. Een foto van mijn woning met een mail erbij met ik laat u een galgje zien, ik maak u dood. Omdat ik mij had uitgesproken over bedreigingen. En dat is er eigenlijk aan vooraf gegaan, gek genoeg. Ja, letterlijk gek genoeg, want dan ben je gek als je dit doet. Ja, ja. Ja, ja. En daarvoor, dat is een ontzettend heftig moment. En daarvoor in 2018 kwamen al veel haat, veel intimidatie vanwege het feit... Vrouw in de politiek? Wat was de? Met name het beginjaar 2021. Ik denk, ik kom uit een agrarisch conservatieve gemeente. Mm-hmm. Ik ben zelf van D66. Nou, we hebben natuurlijk ook alle boerenprotesten meegemaakt. En op een gegeven moment was het Sigrid Kaag die een tweet van mij retweette. En toen begon het eigenlijk echt. En op dat moment bleef ik stelselmatig ook intimidatie, bedreiging, seksisme via social media kanalen, maar ook inderdaad in mijn mail krijgen. En daar sprak ik mij over uit in de gemeenteraad. Ja. Wat deed het moment dat je zo'n... Het was een mail met een foto van je huis en dat galgje dus. Wat doet dat op zo'n moment? Had jij meteen door of had je meteen het gevoel... dit is alle grenzen over, hier moet ik iets mee? Of dacht je toch nog een soort politieke reflex... oh ja, ik heb weer een gekke mail binnen, door met de orde van de dag? Nou, eerst dacht ik misschien wel een beetje dat. Dan moet ik ook eerlijk zeggen dat... Ik heb hiervoor jaren in de gevangenis gewerkt, dus misschien dat ik het gevaar ook wel een beetje onderschat. Totdat ik het deelde met mijn burgemeester destijds. Nou, ik weet dat mijn buurman hier mijn burgemeester kent. En die zei, ja, dit is echt alle grenzen te buiten. En ik merkte dat ik 's avonds, toen ik de hond ging uitlaten na die mail, toch een paar keer om me heen keek. En eigenlijk vroeg aan mijn partner, van wil jij de hond uitlaten? Want ik voel me toch niet helemaal lekker om nu hier, wij wonen vrijdag bij een parkje, om daar de hond uit te laten. Het kruipt onder je huid dan? Ja, het kruipt onder je huid. Als je naar een raadsvergadering kijkt, je kijkt extra over je schouder als je de auto uitstapt. En toen dacht ik wel, ja, dit doet toch wel echt wat met me. En het maakt ook uit, inderdaad. Met ga ik me vanavond weer zo uitspreken? Heb ik zin om die hele bak ellende weer over me heen te krijgen? Ja. Uiteindelijk is dus iemand veroordeeld. Die heeft aangifte gedaan en er is iemand veroordeeld. Hoe heb je naar die veroordeling gekeken? Nou, ik moet erbij zeggen dat ik niet de enige bleek die bedreigd was. Dus die is voor meerdere bedreigingen aan het adres van verschillende politici veroordeeld. Ik ben niet naar de zitting geweest, maar dat had een andere reden, omdat ik ook in het onderwijs sta en ik ga liever lesgeven dan dat ik bij een rechtszaak zit, want ik vind dat belangrijker. Maar ik was eigenlijk wel blij dat die veroordeling er was. Ik denk dat het goed is om ook duidelijk te maken en het gedrag te normeren dat het gewoon echt niet oké is. En dan kan het, in dit geval was het een vrij extreem, hè, met een mail, een naam en toenaam. Dus het was ook niet anoniem. Maar ook als signaal naar buiten toe dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt. Heeft die persoon een reden gegeven in de rechtbank? Niet direct. Hij vond van alles mis met het systeem. Ja. En wij begrepen niet hoe het allemaal in Nederland wel had gemoeten. Ja. 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 Dag, Boy Scholtsen, burgemeester van Drimmelen. In uw werkkamer staat een hele grote steen, een stoeptegel eigenlijk. Klopt. Want die is door uw ruit gegooid. Ja. Ja. En die staat nu op uw werkkamer. Ja. Kunt u ons meenemen naar dat moment? Ja, als burgemeester word je geacht woonachtig te zijn in de gemeente waar je benoemd bent. En dat betekent in eigenlijk vrijwel alle gevallen dat je mag gaan verhuizen. Nou, mijn man en ik hebben de woning betrokken en drie dagen later vloog dit exemplaar
Een mooi actiebeeld zie ik. Ja. Mag van mij gauw weer weg, hoor. Maar die vloog bij ons door de woonkamer ruit, inderdaad. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, nou, dan is dit voor mij wel ook een symbool. Wat ik ook aan mijn gemeenteraad heb laten zien. Van dit is de grens. Dit, ja. dit gaat te ver, op alle mogelijke manieren. En dat is de reden dat ik die steen dus inderdaad bewaard heb. Als het symbool om aan te kunnen geven tot hier en niet verder. En dat we ons er met elkaar van bewust moeten zijn. Dat wij in het openbaar bestuur, in de gemeenteraad, ook een voorbeeldfunctie hebben. En als men buiten ziet dat het debat heel erg verhardt, dan heeft dat ook gewoon zijn weerslag op de maatschappij. Nou ja, ja. En dat is voor mij de reden geweest dus om de steen te bewaren. Ja. Bent u eruit achtergekomen wat de steen door de ruit is sowieso geen goed idee. Maar wat was de aanleiding? Bent u eruit achtergekomen wat daar speelde? Nou, er is voor dit incident niemand veroordeeld. Dat heeft ook weer allerlei redenen. Ik hou dit op baldadigheid. En dat is niet om het goed te praten. Laat dat heel helder zijn. Maar hier zat niet een motief achter, zoals dat bij jou bijvoorbeeld wel het geval is geweest. Maar helaas is dit niet het enige incident waar ik mee te maken kreeg. En voor het tweede incident, daar is wel iemand gelukkig voor veroordeeld. Ja, wat is er toen gebeurd? Nou, het tweede incident daarbij heeft een meneer op leeftijd, inwoner van onze gemeente, die eigenlijk al decennia lang problemen heeft met de gemeente. Kort gezegd een poging gedaan om mij omver te rijden op het moment dat ik het gemeentehuis uitliep. Heeft daarbij allerlei verwensingen geroepen richting de gemeente, maar ook richting mij als burgemeester, richting mij als persoon. Het is hem niet gelukt om mij omver te rijden. Gelukkig maar. Maar daar zat dus wel een duidelijk motief achter. Namelijk, u bent de personificatie van die slechte gemeente waar ik het niet mee eens ben. En daar ga ik iets aan doen. Ja, en dan komt u thuis bij uw man en dan zegt u, ja, ik ben bijna aangereden vandaag. Het is gelukkig goed gegaan. Ja, en dan zegt uw man, waarom doe je dit nog? Of niet? Wat voor gesprek voer je dan met elkaar? Nou ja, dat zijn hele ingewikkelde gesprekken. En het gaat verder dan alleen mijn man. Hè. Kijk, mijn man en ik kunnen daar goed over praten. Mijn man heeft ook een achtergrond in het veiligheidsdomein. Dus dat helpt misschien al mee. Maar ik moet wel dat telefoontje naar mijn ouders gaan doen. En als je dan je moeder een diepe zucht hoort slaken en eigenlijk letterlijk tegen mij zegt, jongen, waar ben je aan begonnen? Ja, dan denk je wel, dat gaat te ver. Want ik heb hiervoor gekozen om te solliciteren op het mooiste ambt ter wereld. Wij zijn dit avontuur aangegaan. Ja. Maar zij niet. En zij worden er wel mee geconfronteerd. Ja. Daar gaan we zo zeker verder nog over praten. Ulisse Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, u maakt natuurlijk ook online haat en bedreigingen mee. Maar bij u is nog wel een op de schaal van haat en bedreigingen richting zwaar beveiligd moeten worden vanwege extreme dreigingen. Al ruim 2,5 jaar aaneensluitend. Kunt u iets zeggen over wat dat betekent voor u in het dagelijks leven? Want het is natuurlijk eigenlijk niet te bevatten. Ik zit even te kijken wat ik allemaal gezegd. Ja, ik heb er aardig wat over gezegd. Nee, het is niet, niet te bevatten. Het is, kijk, in mijn geval is het zo dat vanuit de georganiseerde misdaad een dusdanige dreiging op mijn leven zit. Dat ik dus niet zomaar naar buiten mag. En als dat wel zo is, dan is dat met een hoop beveiliging. Dat verandert je leven natuurlijk. Dat verandert je leven van de een op de andere dag. Omdat je bent de controle over je leven ben je een soort van kwijt. Hè? Die draag je over aan dat heet dan het stelsel bewaken en beveiligen. En dan beslissen andere mensen voor jou wat kan en niet kan. Toen ik erin kwam, het gaat nu gelukkig beter. Toen ik erin kwam was de capaciteit ook, dus het aantal mensen dat nodig is om iemand te beveiligen, stond zo onder druk dat je ook gewoon niet altijd weg kon. Ja. Ja, dat wordt je dan gewoon, dat is niet een discussie, hè? Dat wordt je dan gewoon verteld van dat kan dus niet. Maar goed, het is natuurlijk ook door het leven moeten gaan met weten dat er zo'n dreiging op je zit. Ja, dat natuurlijk, dat doet wel iets met je. Ik heb een vriendin, 3 kinderen, ouders. Die zitten overigens ook allemaal in een bepaalde mate van beveiliging. Dus het is bij ons, we hebben familiekorting is de grap die wij vaak maken. Dat is een grapje wat jij kan maken. Ja, maar ik ben dus ook misschien ook in die zin ook een niet helemaal goed voorbeeld. Maar ik heb van mijn vader geleerd,
je moet het enigszins proberen te relativeren en te blijven lachen. Maar dat is ook hoe ik overeind blijf. Maar dat is ook wel de houding die ik bewust aanneem. Mm-hmm. Omdat ik in toenemende mate zie, inderdaad, collega volksvertegenwoordigers, bestuurders, die soms niet eens de stap meer, of potentieel niet meer de stap maken om dit mooie werk te doen. En we zullen toch raadsleden, gedeputeerden, burgemeesters, ministers willen hebben, moeten hebben. Maar waar ik me ook heel erg zorgen om maak, en dat is een verantwoordelijkheid die ik heel sterk voel, rechters en officieren die in toenemende mate, officieren van justitie, niet meer gefilmd mogen worden in de rechtszaal, het volledig anoniem blijven. Ja, daar maak ik me wel heel erg zorgen om. Omdat die openbaarheid van rechtspraak, de openbaarheid ook in de politiek, maar zeker in de rechtspraak, is super belangrijk. En je ziet dus dat de angst wel degelijk toeslaat. Ja. Ja. Bij lokale politici, bij lokale officieren van justitie, bij rechters, bij burgemeesters. En dat is een buitengewoon slechte zaak. Dat tast de fundamenten van je democratische rechtsstaat aan. Heeft u erover nagedacht? Want de reden dat het bij u zo is gegaan komt omdat u ook namen van criminelen noemde, zware criminelen in de Tweede Kamer. Waar heel veel andere collega's doen dat niet. Mm-hmm. Is dat een bewuste keuze geweest waarvan u dacht, oké, ik overzie het risico van dat ik dit doe? Ja. Ja, dus die namen noem ik, dat doe ik nog steeds. Een grote crimineel vindt niets vervelender dan bij naam genoemd te worden. Maar dat is ook exact de werkwijze van grote criminelen. Ze hopen dat vanuit hun intimidatie wij, de good guys, de overheid, maar de andere kant op kijken of geen actie ondernemen. En ik heb het geluk gehad, want niet iedereen heeft dat overigens. Er zijn ook gevallen waarin je gewoon uit huis wordt getrokken. En dan ik heb het geluk gehad dat bij mij gebeurde iets waardoor de NCTV in mijn geval op de lijn kwam en zei, wat is precies de bedoeling? Wat gaat u doen? Nou, toen heb ik het uitgelegd wat ik van plan was. Kort gezegd, forse beperkingen aan de contacten voor grote criminelen. Maar ook het aan de orde stellen van hoe je die criminele organisaties kan afbreken. Ja, toen werd mij wel natuurlijk heel snel gezegd, maar meneer Jan, als u dat op deze manier gaat doen, dan voorzien we een ingewikkeld pad, zo werd het mij gezegd. Dus ik heb het geluk gehad dat ik dat thuis ook kon overleggen. En toen zei mij, dus ik heb het mijn vriendin uitgelegd en even heel kort voor de mensen, het ging met name om de extra beveiligde inrichting. De criminelen als Holleder en Tachi en dat soort lieden. Dus ik heb gezegd, ja schat, dit is wat ik ga doen en dat kan wel eens spannend worden. En waarop ze zei, ik maak me daar natuurlijk zorgen op, maar ze zei, je moet het wel doen, want zei ze, we zijn niet in Mexico. Maar als we willen dat het zo blijft, dan moet je dit dus wel doen. Want als iedereen de andere kant op gaat kijken, dan krijg je wel dat soort taferelen. Ja. Dus ik ben haar heel dankbaar, want je trekt je hele, dat wordt nog wel eens onderschat, je trekt je hele omgeving erin mee. Mijn kinderen kunnen er niets aan doen dat ik Kamerlid ben. Ik ben groot voorstander van democratie, maar thuis is dat toch wel, hè? Is dat iets minder, nog altijd iets minder. Maar zij kunnen er verdorie niks aan doen. Nee. Natuurlijk, zij kunnen niet zomaar met hun vader buiten spelen. Dat is een grote prijs. Ja, we gaan straks erover hebben ook hoe we misschien weer uit die fuik kunnen komen. Maar eigenlijk zijn twee dingen die ik hierin interessant vind. Het eerste is dat je eigenlijk al constateert dat het al fout zit op het moment dat jij een plan hebt om iets politiek te gaan doen. Dus dat dan gebeld wordt van dat blijkbaar het dus nodig is om na te denken, is dit de manier waarop je het wil doen? Want dat wordt een ingewikkeld pad. En het tweede is, want ik sprak wat mensen vooraf en die zeiden, oké, je hebt een aantal interessante voorbeelden van bedreigingen, van haat. Mm-hmm. En je hebt Ulisse Elian aan tafel, die gewoon ontzettend zwaar beveiligd wordt omdat hij de georganiseerde misdaad aanpakt. Waarom zitten die twee aan één tafel? Want is dat dezelfde orde? Maar jij zei eigenlijk al iets dat daaronder ligt een fundamentele zorg over het bestuur. Maar hoe verhoud jij je tot die andere verhalen? In zekere zin niet anders. Omdat wat wij gemeen hebben is, denk ik, de intrinsieke motivatie om iets te doen voor je stad, je land, om het beter te maken. En je komt in de penarie, je wordt bijna aangereden, je wordt bedreigd. Georganiseerde misdaad die boos op je is, omdat je gewoon je werk doet. Ja. Als
openbaar ambtsdrager. Dus in zekere zin verbindt dat ons. Ik had niet in deze plenarie gezeten als ik geen Tweede Kamerlid was geweest. Overigens, de allereerste bedreiging die ik kreeg was toen ik raadslid was. Door Nawfal Fassi, die maar vond dat ik eigenlijk gewoon, niet letterlijk, maar daar kwam het op neer, mijn mond moest houden. Dus en dat was in 2000, wat zal het zijn, 19 of 20, toen ik een punt had gemaakt van een moord in Almere, waar duidelijk was dat de mokromafia achter zat. Dus kijk, aan het einde van de dag, je moet je werk kunnen doen, je moet het kunnen benoemen. En de een heeft een wat meer confronterende stijl dan de ander. De ene burgemeester heeft wat meer uitdagingen in zijn stad dan de ander. Dat zal verschillen, maar wat denk ik ons bindt, en ook de raadsleden uit Amsterdam, je wilt je werk doen. Ja. En de een zal zich toespitsen op meer huizen voor mensen. Ik spits me erg toe op strijden van georganiseerde criminaliteit. Een burgemeester handhaaft gewoon de openbare orde. Ja. Gewoon, zeg ik, want dat is wat we van diegene verwachten. Ja, maar ook dus dat bindt ons, denk ik. Ook daarin krijg je steeds meer met wel die doelgroep ook te maken. Hè? Zeker in de grensgebieden, drugscriminaliteit. Dat is wel iets waar burgemeesters in hun ambt ook mee te maken krijgen. Ik ken best wel wat voorbeelden van collega's van mij die, nou ja, ook een tijdje met beveiliging rond hebben moeten lopen, met paniekknoppen, met noem maar op. Omdat je dan ook een meer georganiseerdere vorm van criminaliteit in je persoonlijke levenssfeer krijgt. Hè. We weten allemaal de burgemeester van Haarlem. Een paar jaar geleden, kunt u zich ongetwijfeld nog herinneren, die ook een tijdje in een safehouse is verbleven. Nou ja, en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen. Dus, ja. En dan sluit ik me wel aan bij wat jij zegt. Van ja, hè, uiteindelijk proberen wij naar eer en geweten ons dag in dag uit in te zetten. In mijn geval voor de gemeente Drimmelen, in jouw geval voor de gemeente Winterswijk en in jouw geval voor heel Nederland. Dat moet niet het issue zijn. Het issue is dat je daarin belemmerd wordt in meerdere of mindere mate. Ja. AT5 heeft onderzoek gedaan, het is een landelijk fenomeen, maar AT5 deed toevallig dit weekend onderzoek, nou ja, dat onderzoek was eerder, maar de resultaten dan, naar bedreiging en intimidatie bij raadsleden. En daarin zei een ruime meerderheid in Amsterdam daarmee te maken te hebben. En daar zeiden ook een aantal raadsleden iets over wat dat betekent voor, nou ja, hoe zij nadenken over hun raadslidmaatschap. Laten we daar heel even kort naar kijken. Voorzitter, er wordt vaak gezegd over Amsterdam en ook over mij dat we arrogant zijn, uit de hoogte en elitair. Maar ik ben daar compleet mee oneens. Kijk, in de eerste termijn had ik niet verwacht dat ik zoveel haatberichten of bedreigingen of intimidatie zou ontvangen. Dit is mijn tweede termijn nu. En toch had ik twijfels toen ik solliciteerde voor een tweede keer. Het is niet makkelijk om dit ambt uit te oefenen. Al helemaal niet voor vrouwen en al helemaal niet voor vrouwen van kleur. Het is gewoon moeilijk om dingen te lezen over jezelf. Je krijgt mailtjes, je krijgt DM's, maar het feit dat mensen gewoon openbaar zeggen op een social media kanaal, ja, ik wil dat jij onthoofd wordt, ja, dat komt wel binnen. Ik heb ook twee kinderen en ik merkte dat ik had op een gegeven moment iemand die mij mailtjes stuurde die mij helemaal ging beschrijven hoe hij mij wilde vermoorden en wilde martelen en dat ik merkte dat ik dan toch bang was op straat om met mijn kinderen over straat te lopen en dat was wel voor mij een moment van, oh, is het iets wat ik wil blijven doen? Ja, jij raakte er al even aan, Loes, namelijk de kwaliteit van het raadswerk. En wat het doet met de kwaliteit daarvan. En ook met in hoeverre raadsleden goed hun werk kunnen doen. Heb jij het idee dat je je werk minder goed hebt kunnen doen door bedreigingen of intimidaties die je hebt meegemaakt? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat, wil je het op dezelfde manier blijven doen? Dat ik merk in ieder geval dat ik heel veel tijd kwijt ben om alles goed om mij heen te organiseren, dat ik het nog op die manier kan doen. We zitten daar natuurlijk zonder last of ruggespraak. Maar zelfs dan denk je wel, ja, kan ik vanavond dit wel zeggen? Ga ik dit vanavond wel zeggen? Dus toen ik mezelf daar op die gedachten betrapte, dat ik dacht, nou, ga ik vanavond hier een opmerking over maken, ja of nee? Toen ben ik dingen echt om mezelf heen gaan organiseren. En dat kost heel veel tijd. En dan moet je ook best wel een beetje, nou, geluk is een groot woord, maar een burgemeester hebben die zegt, ik ga het voor je om je heen regelen, dat je het wel kunt doen. Maar dat is wel een prijs die je betaalt. Dus ja, dat heeft mij in ieder geval wel eens doen twijfelen, ga ik nog door een periode? Ik bedoel, er komt straks weer een periode aan. Ik weet het nog niet. Ik weet het antwoord nog niet. Ik sta ook sinds anderhalf jaar voor de klas. Ik merk ook gewoon dat ik daar, als er weer wat op internet staat, dat mijn studenten me aanspreken van, ja, mevrouw, wat schrijven ze nu dan weer over u, weet je wel? En waarom is dat dan? Ja, dat kan ik ook niet verklaren. En ik kan er zelf voor kiezen om het niet te lezen.
Maar ja, ik heb ook nog studenten die het zien. Ik heb ook ouders die het lezen. Ik woon in een klein dorp. En anders word ik er wel voor in de supermarkt voor op aangesproken. Van, hey, ik lees dit over u. Waarom zeggen ze dat over u? Ja, geen idee. Maar doe je alles nog wat je wil doen? Ga je nog bij iedereen op de koffie? Ik doe het niet meer zoals ik het eerder deed. Eerder nodigde ik ook nog wel eens inwoners bij mij thuis uit als het over een onderwerp ging om koffie te drinken. Dat doe ik niet meer. Dat is echt juist de kracht van lokaal bestuur natuurlijk. Ja, dat doe ik niet meer. Ik ga prima naar inwoners toe. Mensen weten ook altijd waar ik ben. Maar ik doe het niet meer thuis. En ik plaats ook niks op social media waar je van af kunt leiden waar mijn woning is. Dat doe ik niet meer. En soms als het... Ja, het is nu gelukkig al een jaar rustig, dus dat moet ik wel bijzeggen. Maar als het een periode is waar ik wel veel haat, bedreiging of intimidatie krijg... Dan kies ik ervoor om bijvoorbeeld niet met mijn vriendinnen op het terras in mijn eigen dorp te zitten. Dan ga ik naar Duitsland. De grens over. Ja. Dus dat doe ik wel. Dat is een hoge prijs toch wel? Dat is toch een hoge prijs die je betaalt. Boy, hoe kijk je naar de toekomst van jouw raad ook? Hè? Want je kijkt naar gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Ja, er zitten volgens mij best wel wat studenten in de zaal. Als die overwegen om politicus te worden, dan vrees ik dat tot nu toe in dit gesprek het enthousiasme niet gegroeid is. Wel doen hoor. Nou ja, is dat een zorg? Of je nog mensen kunt vinden? Ja, dat is zeker een zorg. Maar die zorg die wordt gevoed door meer dan alleen... het feit dat je ook met intimidatie of agressie te maken kunt krijgen. Die wordt ook gewoon gevoed door het feit dat er hele ingewikkelde onderwerpen spelen... waar je als raad iets van moet vinden, de tijdsbelasting. Tegelijkertijd, en dat zul jij beamen... en dat hoor ik van alle 21 raadsleden in de gemeente Drimmelen ook... en we hoorden het zojuist in de inleiding ook, je doet... het raadslidmaatschap ook, omdat je gedreven wordt door een motivatie om iets voor jouw stad of dorp of gemeente voor elkaar te krijgen. En laten we heel wel wezen, het gros van de tijd is dat ook heel mooi en krijg je daar ook veel waardering voor. Alleen ja, we zien gewoon dat het debat verhardt, waardoor raadsleden of aspirant-raadsleden deze afweging wel aan de voorkant moeten maken. Kijk, voor mij als burgemeester en als voorzitter van die gemeenteraad... ligt daar dan ook een taak om samen met de Griffie te zorgen... dat raadsleden daarin ook gefaciliteerd worden. En wij besteden dan ook heel bewust veel aandacht aan... ja, wat we dan noemen weerbaarheid. Ja. Hè, dat raadsleden ook in een vroeg stadium zouden kunnen herkennen... als zij met dit soort narigheden, om het maar even zacht uit te drukken... te maken krijgen, zodat we daar ook actie op kunnen ondernemen. Ja. Dus er is zeker een zorg. Ik wil niet zozeer zeggen dat die alleen komt door dit onderwerp. Maar dit onderwerp draagt daar wel aan bij. Ja. Is er ook nog zoiets als, even heel plat gezegd... bedreigingen, verkrachtingsfantasieën, dat soort dingen zijn totaal buiten de orde. Maar als je het hebt over lelijke reacties, verharding van het debat... is er ook nog zoiets als, if you can't stand the heat, get out of the kitchen? Want dat hoor je ook wel eens, hè? Nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat je voor jezelf een grens stelt. Ik bedoel, dat iemand het met mij volledig oneens is op de inhoud... en op Twitter zit dat ik echt een belachelijk idee heb... en dat ik bewijs van een idioot ben. Dat vind ik wat anders dan dat er staat dat ik die avond van straat getrokken moet worden... verkracht worden of dat mijn moeder me had moeten doorslikken... om maar even termen te gebruiken die op Twitter gebruikt worden. Dus dat vind ik echt wel van een andere orde. En dan hebben we het ook wel over een andere grens. En ja, ik denk wel dat het je taak is. Hè? Ik bedoel, als je in de politiek... zit, dan weet je ook dat je weerstand kunt krijgen dat iemand vindt dat jij een idioot idee hebt en dat jij belachelijke dingen zegt. Maar dat vind ik echt wat anders. Ja. Kijk, we moeten er volgens mij in Nederland ontzettend trots op zijn dat je hier van mening kan en mag verschillen. Dat juich ik juist ook toe, hè, want dan kun je ook dat goede debat voeren. Maar dat moet inderdaad wel op basis van inhoud gevoerd worden. En binnen alle vormen van respect blijven. Dus ja, ik vind hem te kort door de bocht om te zeggen van... ja, als je er niet tegen kunt, dan moet je er maar niet aan beginnen. Want we moeten wel met elkaar scherp houden wat wij nog acceptabel vinden. Ja. Ulisse, wat is de, want die vraag geldt natuurlijk ook voor u, van hoe lang houd je zoiets vol, hoe lang wil je dit doen? En tegelijkertijd lijkt mij het allerlastigste, wanneer kan dit stoppen? Wanneer kan een beveiligingssituatie teruggeschroefd worden? Want dat is natuurlijk, wat dat zien we ook met Geert Wilders. Iedereen ziet dat en denkt, ja, eigenlijk lijkt het uitzichtloos om daar weer uit te geraken.
Ja, ik probeer daar zelf niet al te veel over na te denken, omdat dit soort dreigingen uit de georganiseerde misdaad relatief, we waren ook gewoon heel naïef, relatief nieuw wilde ik zeggen, maar dus we waren ook heel naïef, we hebben het gewoon niet even goed zien aankomen. Ja. Maar die zijn wel relatief nieuw. Kijk, het is ook wat er ook bij komt kijken, wat de buitenwereld niet ziet, is. Iedereen die elke dag bezig is met de veiligheid van mij en mijn gezin, ontzettend dankbaar. Dat zijn echt een heleboel mensen. En zeker ook de jongens en dames van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging bijvoorbeeld. Maar je komt ook in een soort bureaucratie terecht waar je u tegen zegt. En dat ziet de buitenwereld niet. En daar kan ik ook niet al te veel over zeggen. Maar dat is geen lolletje. Er zijn ook diverse onderzoeken geweest. OVV-rapport natuurlijk naar de drie verschrikkelijke moorden. Maar ook de commissie Bos. Je komt in een de soort... De moorden op Wiersma, Peter de Vries. Ja, dus de broer van de kroongetuige, ja. De dienstraadsman en Peter R. ook als vertrouwenspersoon en journalist. Dat is af en toe om helemaal gek van te worden. En je ziet ook dat stelsel enorm onder druk kwam te staan. Je ziet nu wel wat verbeteringen, maar dat... Ja, dus ik weet niet wanneer... Ja, ik heb geen idee wanneer het ophoudt. Ik probeer er zelf niet te veel mee bezig te zijn. Ik vind ook, ja... Ik hoop natuurlijk niet dat het nog 20 jaar duurt. Maar ik ben ook wel weer zo, als dat de consequentie is, dan... Ja, dan zei dat zo. Kijk, ik ben veel in Italië geweest. En ik merkte dat ik daar telkens uit interesse... vroeg ik dan aan officieren of aan rechters of aan anderen... Ja, hoe zit dat dan hier met de beveiliging? En op een gegeven moment merkte ik dat wordt daar gezien als een beetje een impertinente vraag. Zo van, ja, joh, wat dacht je dan? Je hebt daar de maffia natuurlijk. Dit is de tegenstander. Mm-hmm. Ja, er is een kans... dat ze iets zullen doen. Dus beveiliging hoort daar veel meer, wordt daar veel meer gezien als onderdeel van het... Daar is een premier natuurlijk vermoord in Italië, politici. De bedenker van de antimafiawet in Italië, het beroemde wetsartikel, is vermoord in Rome, in de jaren 80. Dus ik ben meer van de houding als dit is wat nodig is, zodat ik kan doen wat ik doe. En ik zie dat het effect heeft. Telkens als ik ook brieven van advocaten zie naar de media van... vanuit Den Haag wordt het ons steeds moeilijker gemaakt. Dan denk ik, oh ja, nou, zeg ik daar als het kijken, mijn werk goed gedaan. Maar ja, dat is natuurlijk, ja, ik blijf grappen maken, maar dat is, dat heb ik heel erg. Kijk, mijn ouders hebben bombardement in Kabul meegemaakt. En mijn vader moest huis en haard ontvluchten. In Iran heeft mijn oma en zijn moeder nooit meer gezien. Dus ik denk altijd ook zoiets, ja, weet je jongens, ik heb eten, drinken, ik heb een huis, ik heb die geweldige mensen in uniform die er altijd voor mij zijn. Ik mag de democratie dienen. Ja, weet je, als ik zo meteen naar huis ga, als die jongens me afzetten met alle toeters en bellen, denk ik ook weer, nou ja, weet je, als ik me dienstbaar heb gemaakt voor dit land, dan heb ik weer iets goeds gedaan. En ik probeer niet te veel na te denken over hoe lang duurt het nog, want dat weet je niet. Je kunt niet in het hoofd van een crimineel kijken. Dat is echt heel moeilijk. Hoe lang duurt dat? Zou het helpen als veel meer politici zich op de manier zouden uitspreken zoals jij doet? Of zou je denken dat het dan gewoon simpelweg betekent dat er nog 20 politici beveiligd moeten worden? Zeg maar, kun je een front vormen waardoor het gevaar iets af zou nemen? Ik vrees dat in mijn geval de schade een beetje geleden is, zeg maar, voor mij. Maar ja, ook dan kom je weer op het punt. Weet je hoeveel collega's ook tegen mij zeggen... ja, maar je zegt nu weer in dat interview... heb je het weer over die Holleder of over die Rico de Chileen... of je noemt weer die gast die wil ontsnappen. Dus ik weet ook niet in hoeverre je dat kunt verwachten. Ja. Maar ik heb daar bewust voor gekozen, omdat ik ervoor heb gekozen... naar alles wat erin gebeurd is, we moeten ze confronteren. En uiteindelijk, je kunt dat niet alleen vragen... van officieren van justitie en rechters... en, mind you, misdaadjournalisten, waarvan enkele natuurlijk ook... zwaar beveiligd werden, of dat nog steeds zijn. John van Deuvel is een mooi voorbeeld. Ja, die kan schrijven wat hij wil, maar als er vanuit Den Haag niet verandering komt, dan verandert er niets. En ik heb gedacht, weet je, ik moet wel, je moet samen dat front vormen. En dat is wat ik heel erg geleerd heb in Italië. Het is politiek, daar worden meerdere politici zwaar beveiligd. Het is politiek, samenleving en uiteindelijk natuurlijk moet je ervoor zorgen dat... de voldoende mensen zijn natuurlijk om... Ik bedoel, in Italië kan je ook naar een kazerne gebracht worden. Dat lijkt me dan weer iets minder. Maar ik weet niet hoe het afloopt. Maar ik heb geen idee. Ik troost me met de gedachte dat er heel goed naar ons gekeken wordt. En daar ben ik echt super dankbaar voor. Maar dit, kijk, ik zit er al 2,5 jaar in. Een collega-journalist van je zei laatst... aaneengesloten in de beveiliging zitten als Kamerlid...
ik schijn in de top 3 inmiddels al te staan. Nou ja, oké, dat zei dan zo. Dat is geen doel op zich. En ik maar het is wel een realiteit. Ja. Ik vind het wel heel erg voor mijn kinderen natuurlijk. Ja. Ja. Dat was de bedoeling, papa wordt Kamerlid, leuk, kan je trots op. Dat zijn ze, hoop ik, nog steeds wel. Maar was natuurlijk niet de bedoeling, we kunnen niet met papa voetballen. Want dan moet je dat eerst van tevoren bedacht hebben. Misschien is dat nog goed om te vertellen. Kijk, in mijn geval moeten dingen heel veel van tevoren gepland zijn. Met kinderen bedenk je niet anderhalf week van, nog los dat je het weer niet kunt voorspellen in Nederland. Als je zoontje van 12 wil voetballen, dan wil je dat niet plannen. Dan wil je gewoon naar buiten. En er wordt wel steeds beter naar gekeken, ook door de politie, van wat kan. Maar dat zijn dus, want dat is jouw vraag, hoe gaat het in de toekomst? Dat is allemaal, het is heel erg in ontwikkeling nu, alle vreselijke gebeurtenissen. En het is heel lastig te voorspellen. Ja. Ik hoop. Ja, het is eigenlijk een beetje dubbel, hè? Want aan de ene kant moeten we hier volgend jaar weer zitten, want we moeten het structurele gesprek voeren. En aan de andere kant hopen we dan dat we iets verder zijn gekomen. Dat laten we dan zo afsluiten. Ik wil ons panel heel erg bedanken voor hun woorden en openhartigheid. Geef ze een warm applaus. Itay Garmi natuurlijk. Fatia Abdi.